Eerst proeven, hè? Allee? Eerst proeven, hè? Dat was die nog niet, Het organisatiecomité heeft schitterend weer besteld. Het kan niet beter zijn. Dat is echt ideaal. Koeien, prijskamp, weer. Alle ingrediënten zijn aanwezig. Fantastische dieren. We hebben een vrouwelijke jury uit Wallonië. Die we straks zo goed mogelijk gaan trachten te vertalen. Dat is mevrouw Martin Lambot uit Wallonië. Nummer 7, showmanship. Goed, onze jury is van start gegaan. En het eerste rubriek is showmanship. Dat gaat niet over de dieren, maar dat gaat over de begeleiders. Hoe goed doen ze het? Hoe goed kunnen ze het kalf voorbrengen? Hoe goed hebben ze die in de hand? Hoe kunnen ze het dier op zijn best voorbrengen? Dus het dier of de dieren gaan gewoon in deze volgorde drijven rondlopen. Onze jury die zal op een bepaald moment ook eens deelnemers. Dan zal ze de beste drie eruit gaan halen. Deze discipline, de showmanship, komt dus uit Amerika. Het woordje zegt een beetje zelf, showmanship. Laat ze het beste voorkomen in stilstand. Tot nu een Vlaamse beuren. Proficiat voor deze truc. Ja.
Voorlopig op kop, nummer 38. Tweede nummer 44. Derde nummer 37. Is de derde nummer 37. Dan 54. Nummer 7, 124, 42 en